Er is vandaag kermis op de winkelsteeg, jongens en meisjes. En wij gaan allemaal bekijken hoe dit eruit ziet en hoe het in elkaar zit. En wie dit heeft georganiseerd. Komen jullie ook mee? Hoe we op dit idee zijn gekomen? In heel Nederland is er altijd een kermis en onze cliënten die zijn gewoon, die kunnen niet naar de kermis in de stad. Dus we vinden het ook wel heel erg leuk dat onze cliënten ook kunnen genieten van de kermis. Dus daarom dat wij de kermis op het terrein organiseren. Ja, een superleuke locatie. We hebben heerlijk bos hier en we hebben alle gebouwen lekker op het terrein. Cliënten kunnen zelfstandig overal naartoe voor diegenen die dat kunnen. Dus echt gewoon super fijn. Ja, er is van alles te doen. We hebben een zweefmolen, we hebben een draaimolen. Nou, Luc van de Friet is er. Dat is ook altijd één groot feest. Luc, dat is onze frietman. Dat is een frietman. Ja, de frietman. Er is ook nog wat te eten, popcorn, suikerspin en er staat een frietkraam. Het is genoeg te doen. En we kunnen op de foto. Wat vind je het allerleukste hier op de kermis? Een foto maken. Ja. Nou, dat sowieso natuurlijk alle cliënten die hier werken en wonen bij Plurijn die mogen komen vandaag. Maar ook kinderen uit de buurt die mogen komen. Daar hebben we geflyerd met de cliënten. En ook broertjes, zusjes en familie van alle cliënten die mogen hier allemaal naartoe komen vandaag. Zo hebben we ook een miniatuurkermis staan, dus daar kunnen de cliënten ook kijken. Die echt voor de beleving. Op de draaimolen kunnen ze allemaal, want we hebben daar een plaat dat de rolstoelen er ook op kunnen. Zodat ze er allemaal van kunnen genieten. Nou ja, ik sta vandaag bij de popcorn en de suikerspin. En het is super druk. En ik doe de muntverkoop, want voor een aantal dingen moeten de muntjes gekocht worden. En dat is met name voor de mensen die van buitenaf komen. Vandaag op de kermis. De cliënten van de winkelsteeg en de externe cliënten die hier werken, die hebben eigenlijk alles gratis. Ja, ze genieten allemaal. Dat kun je echt zien aan de lach op hun gezicht. En ze praten er al maanden over dat ze zoveel zin hebben in de kermis. Als de cliënten met een grote glimlach weer terug gaan naar de groep of naar huis gaan, dan is het voor mij wel echt geslaagd. Ja, en daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik ga blij naar huis als ik alle cliënten met een lach op hun gezicht heb gezien. Ik ga nog even dieper onderzoek doen, dames en heren. Heeft u nog iets te melden, mail het dan naar redactie@plurijn.nl.